Bij veel verenigingen en scholen doen vrijwilligers veel en belangrijk werk. En op de Butte hadden ze een hele speciale vrijwilliger. En tijdens de laatste schooldag namen de leerlingen en de leerkrachten afscheid van deze bijzondere vrijwilliger. Jullie kennen meneer Bos als meneer Bos. Wij kennen meneer Bos als Willem. En Willem, kom je er Willem. Even bij. Ja, alle kinderen zitten hier. En alle kinderen willen vanmorgen even met de koos eigenlijk bedanken voor heel veel jaren dat hij hier op school vrijwilligerswerk heeft gedaan. In 1985 is meneer Bos dan begonnen met vrijwilligerswerk. Dat is 23 jaar geleden. Dat is dus heel lang al. Eerst, ik denk 1 of 2 middagen in de week. En daarna een paar morgens in de week. En ik denk zeker al op 10 jaar, zeker zolang jullie op school zitten, op 8 zeker, is meneer Bos hier 4 dagen in de week, 's morgens, conciërge taken aan het doen. De allereerste dingen die meneer Bos heeft gedaan, die zijn nog steeds bewaard, die staan in die bakken daar. In die bakken daar zitten de kaartjes van het documentatiecentrum zoals we die vroeger gebruikten. En die kaartjes heeft meneer Bos een heleboel van getypt. De laatste jaren is het steeds meer computerwerk geworden. Bijhouden wat jullie deden op de computer en daar lijstjes van maken. Maar ook andere conciërge dingen, kleine cursjes. En dan stopt meneer Bos daarmee. Want mevrouw Bos die stopte ook bij de schoolschoonmaak. Mevrouw Bos deed de schoolschoonmaak. Daar hebben jullie niet zoveel van meegekregen. En dat was altijd na schooltijd. En meneer Bos hield ook mee bij de schoolschoonmaak, maar deed ook de conciërge daar. En jullie als kinderen willen meneer Bos vanmorgen daar natuurlijk volledig voor bedanken. Dat doen we met een paar cadeautjes. Dat doen we met een paar cadeautjes. Ik weet dat er een kind in de bovenbouw is die een cadeautje kreeg. En dat mag Mariska dan even. En de heer Bos ontvangt een prachtig boek met tekeningen, gemaakt door de leerlingen van de Butte. Met van een boek met van elk kind een tekening. Deze tekeningen, daar staat meneer Bos zelf op. Jullie hebben bijna allemaal meneer Bos getekend. Dan weten we ook dat er nog een cadeautje is van een van de kinderen van de Dunbouw. Dankjewel. Alle kinderen. Met inhoud. Wat zit erin? Een spaarbord met inhoud. Ik ook wel. Dan mag meneer Bos thuis kijken. Nou, tel. Dank je wel. En ik zag nog een cadeau. Dit is van Gastrijd.
die wilde jou het zelf heel graag persoonlijk geven, ja. Maar hij is ziek, hij heeft oorpijn. Dus ik moest het jou even geven van haar. Alsjeblieft. Dankjewel. Voor de bar. Ja. Voor de bar. Nou, en daarmee hebben we even meneer Bos bedankt. Alleen dat bedanken doe je altijd heel persoonlijk even als iemand vertrekt. En daarom gaan we zo dadelijk even per groep meneer Bos allemaal even een handje geven. En dan lopen we direct voor. En dan kun je dus zo dadelijk naar de klas. Eerst groep 1 en 2. Kom op groep 1 en 2. Dan kun je met de bos even een handje geven. Ik heb het wel. Wat zou je zeggen, Christopher? Dankjewel. Oké. Annika, dankjewel. Benno. Benno, weet het niet. Benno, weet het niet. Kom maar. Anna, kom maar. Kom maar, Anna. Willem Bos stopt nog niet helemaal met al het vrijwilligerswerk voor de hutten. Hij blijft namelijk nog één morgen als ICT-medewerker aan de school verbonden. En eigenlijk wordt de heer Bos nu in de klas verwacht. Maar de heer Bos houdt er niet van om in de belangstelling te staan. Dus gingen wij maar eventjes voor hem in de klas kijken. Afscheid van de heer Bos gingen alle kinderen naar het gymlokaal. Maar in ieder geval welkom kinderen, maar ook ouders, de viering van onze laatste schooldag van 2007-2008. Ik heb het gevoel dat het nog maar net geleden is dat we in de schuur bij de familie Kroon vorig jaar dat feest hadden met allemaal spelletjes. En nu zijn we alweer een heel jaar verder. Ja, misschien voelde het bij jullie wel anders, maar bij mij voelde alsof het nog maar net gebeurd is. We zijn dan weer klaar voor de volgende laatste schooldag. En daarna een lekker vakantie. Daarna een lekker vakantie. Maar voor die vakantie hebben we dus nog vanmorgen wat activiteiten.
En we hebben voor vanmorgen een goochelaar uitgenodigd. Die goochelaar gaat jullie wat leuks laten zien, denk ik. Goed opletten, kijken of je het snapt. Kijken of je weet wat gebeurt er. Wat gaat er nou precies gebeuren? Hoe gaat dat? Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe zoiets gaat. In ieder geval, ik wil jullie graag een groot applaus voor onze goochelaar Roma Ini. Ja, dankjewel. Zo. Goedemorgen allemaal. Nou. Zo. Hartstikke idee. Nee, dat hoort dan nergens op. De mensen buiten die langs fietsen moeten horen dat we hier een feest hebben vandaag. Jongens, dus knal op eruit en de meisjes doen ook mee vandaag. En dan gaat hij. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Nou, dat gaat al goed. Dan hoef ik niet meer te oefenen. Nou ben ik hier met toverstaf. Maar ik ben hem eens een keer kwijt geworden. En dat is natuurlijk lastig. He? Dus wat ik denk, wat doe ik? Ik ga hem inpakken in een krant. He? Zo. Kijk, daar past hij precies in. Zo. Zie je? Ik heb het trouwens ook wel eens in cadeaupapier gedaan. Maar dat ding is dat ik hem ga weggeven. En dat kan natuurlijk niet. He? Ik moet mijn goochelstaaf moet ik zelf weer gebruiken. Maar wat leuk is, ik ga, als ik hem er helemaal in heb, ga ik iemand uitzoeken die mij even wil helpen. Dat lijkt me nou leuk zo. Ik bedoel, wie zegt van, oh, geen vingers opsteken. Want dan denk ik dat je moet plassen. Ja, en we hebben een plaspauze vandaag. Hè? Volgens mij hebben we een plaspauze. Nee, ik ga iemand uitzoeken. Wie kan er een vreselijk stom gezicht trekken? Zo'n André van Duin gezicht. Ik ga de rijers even balans kijken. Hé, hey, hoe heet jij? Kan jij geen stom gezicht trekken? Nou, volgens mij wel. Hij zit ook. Zou je mij willen helpen vooraan? Jawel toch? Vind ik leuk. Geef me eens een hand van jou. Kom, lopen we hier naartoe. Kom eens even. Oh, 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 oh. Geweldig. Zo, dan kom eens even hier bij me staan. Hoe heet jij? Nou, dat weet je niet. Ja, misschien is het wel even leuk als ik even een stoel krijg, dames en heren. Want dan kan ik hem even op een stoel zetten, anders kan hij achter niks zien. Wie wil er even een stoel voor me halen? He? Want wij moeten jou wel zien natuurlijk. En je moet me ook even helpen. Kijk, daar komt al een toneelmeester aan. Geef hem een applaus, mensen. Ja, alles is hier goed geregeld. Kijk, zo. Kom eens even hier aan deze kant staan. He? Geweldig, geef me eens even een hand, zo. En dan klim eens even boven op die stoel. Als er feest is, mag je nee, bovenop gaan staan. Gewoon de voeten zo opzetten. Zal ik je helpen dan? 1, 2, 3. Hoppa, kijk. Dat is al een stuk beter. Ja? Oké. Hey, moet je luisteren. Wij moeten natuurlijk nog wel even goochelen. En heb ik daar in mijn eigen toverroet, heb ik een beetje toverzout. Ik zal hem even pakken. Kijk, dit is mijn toverzout. Houd dat eens even vast. Ja, geweldig. En dan gooi jij hier een beetje toverzout overheen. Zo. Kan je dat? Draai maar om. Ja? En dan gewoon zo schudden, zo. Daar ook nog een beetje. Zo. Goed zo, dat gaat goed. Niet meer. Want het is hele sterke. Een beetje daar ook nog even zo. Een beetje toverzout. Wauw, zeg, dat doe je goed, zeg. Nou weet ik nog niet hoe jij heet. Edwin. Hoe heet hij? Edwin. Oh, Edwin. Nou, Edwin, ja, kan je mij toch wel zeggen? Of is het jouw geheim? Oh, wacht even. We moeten wel even. Kan je blazen zo? Ga je dat doen? Blaas daar eens tegenaan. Hojoe, dat is. Dat is te veel, moet je kijken. Wacht even hoor. Moet niet te hard blazen, gewoon doe hem maar zachtjes even een keertje. Ja, dat is beter zo. Oké, zeggen jullie nog even met z'n allen even die goochelspreek van hartstikke idee. Die ken jij toch ook, hè? Hartstikke idee. Daar gaat ie. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Oké. Hey, weet je wat we doen, Edwin? Hou hem zo eens even voorzichtig. Efram. Oh, hou hem eens even zo vast zo. En dan maak ik hem even los. Want wij hebben toverzout gebruikt. En ik zei wel dat ik niet kan toveren. Maar ik wil wel even kijken of die er nog wel in zit.
rol jij hem eens voorzichtig af. Willen we eerst eens controleren of die lange goochelstok er nog wel in is. Rol hem maar even af hoor, ze kan hem zo afrollen zo. Ja, dat doe je goed. Zo, zal ik je even helpen? Kijk, dan pak je hem zo en dan rollen we met z'n tweeën rollen we hem zo af. Zo, boem. En hou jij hem goed vast, hè? Even kijken hoor. Wat? Hij is weg. Hij is weg. Hij doet het. Geef hem een applaus. Wauw. Je doet het. Ja, joh. Je doet het. Nou, dat vind ik geweldig. Ik vind dat je nou ook op mijn toverhoed even mag lenen. Ja, want dat is... Ik dacht eerst van nou, dat weet ik niet. Maar dat is leuk. Hey. Moet je luisteren, diegenen die me helpen vanmorgen, die krijgen van mij een mooie ballon. Wil jij ook eentje hebben? Ja, zal ik eentje voor je uitzoeken? Ik ga even kijken of ik een hele mooie ballon heb voor jou. Even kijken. Yes. Ik denk dat ik een blauwe pak. Eens even kijken, daar is een blauwe. En, of heb je liever een metaliek ballon? Kijk, dit is... Welke heb je? Zullen we deze pakken? Ja, oké. Okay. Blaas ik die even voor je op. Moet je groot of een kleine? Kleine, oké, dan maak ik hem niet te groot. Oh, dat moet ik nog even zeggen. Deze goochelaar, die laat nooit een ballonnetje knallen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Hé, ja toch? Of zullen we een beetje groter maken? Ja, klein beetje dan. Je moet wel zeggen, van stop hè. Het is jouw ballonnetje, dus we laten hem gewoon zo. Hey, hou hem eens even vast zo. Dan pak ik even zo'n dingetje erbij. Hè? Dan als je straks buiten komt, dan kan je gelijk hem goed vasthouden. Want als de wind eronder komt, dan gaat hij de lucht in. Dan heb je geen ballon meer. Kijk eens even, deze is voor jou. En ik ga even de rommel opbergen. Oh, moet je luisteren. Weet jij wat een buiging is? Ja, kijk. Als we straks zometeen met z'n tweeën zo'n buiging maken. En jij doet ook zo, kijk zo. Dan klappen ze voor jou in de handen, omdat je zo goed hebt gegoocheld. Ik tel tot drie en dan klappen we voor hem in de handen. Oké, okay. 1, let op hè. 1, 2, 3, nu! Wow! Oh! Goed! En na de geweldige goocheltrucs kregen de leerkrachten een cadeau van de leerlingen van groep 8. En dat was een prachtig dienblad met de foto van de leerlingen groep 8. Dankjewel. Daar kan de koffie op. En dan is er voor iedere leerkracht ook nog een apart cadeau. En de leerlingen zelf nemen muzikaal afscheid. Zo heel voor het allerlei.
dan de uitreiking van de cijferlijst en een kus de juf. In slow motion laten we nog eventjes zien dat een kus van een juf ook niet alles is. En daarna kregen de leerlingen van groep 8 allemaal nog een rode roos, een knuffel. Tot zover het afscheid van groep 8. En dan is er voor de rest natuurlijk patat. Lust je die patatjes wel dan? Ja. Nou, dan leg je die patatjes op zonder die mayonaise. Dan kan ze gewoon, je hoeft de mayonaise niet aan te raken. Ja, dit is een grote patat. Tot zover onze reportage over de laatste schooldag op de Butte.